Welkom bij Governance TV. Commissaris of toezichthouder zijn is al lang geen bijbaan meer, maar een vak. Dat is de reden om stil te staan bij belangrijke ontwikkelingen in dat vak. Vandaag doen we dat door stil te staan bij het fenomeen de digitale commissaris. In het concept van de Corporate Governance Code werd zelfs het voorstel gedaan om in elke beursgenoteerde bedrijf een digitale commissaris te benoemen, die nieuwe technologie en businessmodellen op zijn of haar bordje zou krijgen. Over haar bordje gesproken, bij mij zitten Lissy Dorenwaard en Janine Peek. Lissy is professioneel commissaris, onder andere bij de NPO, Staatsbosbeheer, Grant Thornton en NVO Nederland. Janine is directeur van algemeen directeur van Dell, de bekende leverancier van computerinfrastructuur en cloudoplossingen. Janine is ook voorzitter van ICT Nederland. Welkom beiden. Ja, dankjewel. Janine, als ik zeg geen bedrijf kan zonder een digitale commissaris, wat is dan jouw reactie? Dan is mijn reactie dat waar is. Ik denk dat ieder bedrijf iemand in de Raad van Commissaris zou moeten hebben die met digitalisering bezig is. En of dat dan fysiek één persoon is die iets met digitalisering doet, of dat je dat als hele Raad van Commissarissen iets van af moet weten, wat ik eigenlijk vind, dat laat ik dan nog even in het midden. Maar dat digitalisering op de agenda moet staan, is absoluut waar. Oké, Lissy, als voor jou ook, hè? Als geen bedrijf kan zonder digitale commissaris, wat is dan jouw eerste reactie? Mijn eerste reactie is dat overdreven is. Eén iemand die dat doet in een raad, ben ik het net als Janine mee eens, dat is onzin. Maar de hele raad, die moet zich wel bewust zijn van de kansen en de risico's die de digitale ontwikkelingen met zich meebrengt. Dus je hele raad als collectief ben je daar verantwoordelijk voor. Daar moet je wel voor zorgen. Nou zit jij in zo'n positie, hè, met heel veel commissarissen samen. Wat is nou jouw eerste gevoel als je zegt van, zijn dat nou digitaal verantwoorde commissarissen of zijn dat nou mensen die nog wel wat bij kunnen leren om die opgave van de toekomst aan te kunnen? Dat laatste. Nou, naar aanleiding van het onderwerp wat vandaag te sprake is, ben ik wel me bewust van dat het eigenlijk te weinig op de agenda staat in de raden van commissarissen. We hebben het eigenlijk zelden over de digitale strategie, zoals jij dat noemt. Ja. Als je nou een bedrijf als Dell, het is toch een hoofdrolspeler in dit soort ontwikkelingen. Ja. Hoe zou je dan die rol van Dell willen schetsen ten opzichte van raden van commissarissen die meer willen weten? Een bedrijf wat gerund moet worden, terwijl je weet dat de beslissingen die eromheen gedaan moeten worden, die door commissarissen ook mede worden goedgekeurd, eigenlijk niet goed onderbouwd zijn. Ik denk dat het belangrijk is om twee dingen uit elkaar te halen. Want ICT is natuurlijk wel een hele belangrijke enabler van digitalisering, maar ICT is niet per definitie hetzelfde als een digitale strategie hebben als organisatie. Dus wij adviseren uiteraard heel graag bestuur en raden van commissarissen over wat je allemaal zou kunnen met de techniek. Maar het feit dat je iemand in de Raad van Commissarissen hebt zitten die nadenkt over de kansen van digitalisering, en dan heb ik het dus niet over ICT, maar de kansen van digitalisering voor de organisatie waar je voor werkt, in de interactie met stakeholders, dat is wel heel erg belangrijk. En dan hoef je dus niet per se een ICT'er voor te zijn, maar je moet wel een open mind hebben over wat er in de markt gebeurt en waar de ontwikkelingen naartoe gaan, zodat je daar op zijn minst een gesprek over kan voeren of vragen over kan stellen. Zie je ook dat verschil, want jij bent ook voorzitter van het bestuur van ICT in Nederland, alle ICT-bedrijven in Nederland. Hoe brengen jullie dan in de praktijk het verschil tussen die digitalisering en het ICT-verhaal? Want ik kan me voorstellen dat toch voor heel veel mensen het synoniem vinden met elkaar. Ja, ik snap dat heel veel bedrijven dat wel, dat er een verband tussen is. Hè. Om de digitalisering heb je natuurlijk ICT voor nodig. Maar bij digitalisering denk ik veel meer over de kansen die een digitaal beleid voor de organisatie kunnen hebben. Als je bijvoorbeeld nadenkt over een ziekenhuis en je denkt na over wat zou je nou in een ziekenhuisomgeving met digitalisering kunnen doen, kan je nadenken over hoe zorg ik ervoor dat ik verschillende soorten informatie aan elkaar koppel, zodat ik bijvoorbeeld sneller een remedie voor een ziekte kan vinden. Daar heb je natuurlijk, om dat te kunnen doen, heb je wel ICT nodig. Maar het nadenken over die toepassing is iets wat ik dan digitalisering noem. Hè, dus dat is net even iets anders dan het feit dat je alles af moet weten van een server of van wat cloud is of van wat storage is bijvoorbeeld. Jij bent toezichthouder geweest in de zorg, hè? Uitgebreid. Ja, ja. Zorg worstelt volgens mij al 40 jaar met alles wat met digitalisering en ICT te maken heeft. Het zij als enabler dan wel als bezuinigingsinstrument.
wat is dan jouw reactie als je dit hoort? Nou, het is een ontzettend groot onderwerp, want je hebt zowel de IT intern, hè, je software, je hardware, als extern, al die technologische ontwikkelingen. Nou, IT intern is de afgelopen jaren altijd wel aandachtspunt geweest van de Raad van Commissarissen. De technologische ontwikkelingen, kansen extern, dat is nieuw op het bordje. Nou, wat we onder andere bij de zorgorganisatie gedaan hebben waar ik zat, is dat wij bezoeken deden aan of externe organisaties die nieuwe dingen ontwikkelden of intern. We hadden een afdeling die allemaal nieuwe gadgets liet zien die we zouden kunnen gebruiken in de primaire business. En we konden kijken nou, welke gadgets er waren. En die gadgets konden door de afdelingen worden gehuurd om uit te proberen. Om te kijken, is het wat voor onze afdeling? En dan weer het is een soort bibliotheek intern met de nieuwste technologische gadgets. Robotten, knuffelrobotten voor de patiënten, dat soort dingen. Die kon je dan lenen. En als het wat was, dan kon het door de afdeling zelf aangeschaft worden. Nou, dat waren de nieuwste dingen die we daarop deden. Maar digitalisering, het is zo'n complex onderwerp. En nogmaals, zowel intern als externe ontwikkelingen. Daarom zeg ik ook een digitale commissaris. Dat moet je niet van één iemand verwachten. Je bent als raad met z'n allen verantwoordelijk voor al die ontwikkelingen op technologisch gebied. Ja, we hebben recent als NCD hebben een onderzoekje gedaan. En dan blijkt dat de gemiddelde commissaris over het algemeen anderen onderschat en zichzelf overschat in dit soort situaties. Hoe kun je daar waar mensen tekort schieten, hoe kun je die gap dan sluiten met elkaar? Janine? Nou, dat betekent toch een gezonde dosis interesse in wat er in de markt gebeurt. En kijk, het digitaliseren, een digitale raad van commissarissen is niet een raad van commissarissen die gebruik maakt van een iPad. Dat is een raad van commissarissen die nadenkt over wat kan digitalisering betekenen voor de organisatie waar ik voor werk. Daar hoef je niet een expert op IT-gebied voor te zijn. Maar bijvoorbeeld dus de opkomst van Uber, als ik dat even als voorbeeld mag bedenken. Ja, iemand heeft op een gegeven moment gedacht, dat is een goed idee. Ik denk dat als je in de raad van commissarissen van een taxibedrijf zit, dat je dat misschien niet helemaal zo had aanzien komen. En zo zijn er nog veel meer ontwikkelingen. En dat gaat steeds sneller. En het is dus belangrijk dat je als raad van commissarissen gewoon open blijft staan voor wat er in de markt gebeurt. En ook nadenkt over wat zou dit nou kunnen betekenen voor mijn bedrijf. En als je dat dus niet doet en je stelt er ook geen vragen over en de directeur is van mening het is voor mij niet belangrijk, dan loop je ook zomaar het risico dat je als bedrijf niet meer bestaat. Dus ja. Het is ook wel van cruciaal belang dat je er tijd in stopt. Hier kan de Raad van Commissarissen wel een rol spelen, want op zich dat Uber, dat is natuurlijk niet zomaar opgekomen. Er heeft al tijden in de kranten over gestaan, dus als commissaris lees je erover als het goed is. De vraag die te weinig wordt gesteld is, wat kan het betekenen? En we zijn allemaal geneigd om veranderingen daar niet over na te denken. En als die veranderingen op ons afkomen, daar veel te laat op te reageren. Niks menselijks is iedereen vreemd. Dus als commissaris kan je meerwaarde zijn als jij juist die vragen stelt. Oké, stel dat dit doorgaat. Wat betekent dat dan? Hebben we dat meegenomen in een van de scenario's? Is daarover nagedacht? Moeten we daar eens een onderzoekje naar laten doen? Nogmaals, je hoeft dus niet alles zelf te weten. Ik ben met Janine eens. Maar je moet wel die vragen stellen, je moet prikkelen, je moet zorgen dat het bestuur verder denkt dan dat ze in eerste instantie geneigd zijn. En dan kan je natuurlijk wel nadenken, je hebt eigenlijk een digitale leider ook wel nodig, misschien in de Raad van Commissarissen. Dus als je nou een Raad van Commissarissen hebt waar allemaal mensen in zitten die het heel lastig vinden om na te denken over wat betekent die digitalisering voor de branche of het bedrijf waar ik in zit. Dan zou je natuurlijk na kunnen denken in het aannemen van een nieuwe commissaris over iemand die bewezen leiderschap heeft laten zien in dit thema. Dan hoef je dus geen ICT'er aan te nemen per se, maar dan kan je dus iemand aannemen bijvoorbeeld die een online bedrijf heeft opgestart. Of iemand die toch op zijn minst bewezen heeft iets in dat gebied te weten of er een mening over te hebben. Dat kan in ieder geval helpen om voor de diversiteit in de Raad van Commissarissen. Maar ik ben wel van mening dat je nooit van één iemand afhankelijk moet zijn. Ja, dus net zoals iedereen iets van cijfers af moet weten die in de Raad van Commissarissen zit. Althans, dat vind ik. Want anders kan je nooit een vinger op de zere plek leggen. Zul je dat ook als op het gebied van digitaal moeten kunnen. Hoe zou jij dat? Digitaal leider, nieuw woord. Hè? Wat ik jou hoor zeggen, ik ben deels met je eens. Je moet alleen heel erg oppassen dat je als commissaris niet op de stoel van het bestuur gaat zitten. Het bestuur, die moet voldoende ervaring hebben. Die moet zich bewezen hebben op
datgene wat ze moet doen. Het bestuur moet de organisatie leiden. En ja, als toezichthouder houdt toezicht. En daarom vind ik het belangrijk dat je vragen kan stellen. Wat ik net ook al zei, hè? Dat je vragen stelt. Dat je dus goed bijhoudt wat er speelt. Wat voor ontwikkelingen er zijn in de sector. En dat je op basis daarvan vragen stelt. En checkt of het bestuur voldoende nagedacht heeft. En zich voldoende bewust is van eventuele disruptieve ontwikkelingen. Dat is denk ik de rol van de commissaris. Ja, en ik bedoel ook niet met digitaal leider dat je de leiding van het bedrijf moet. Hè? Dus okay, maar ja. Ik bedoel, ik ga er dan van uit dat iemand in staat is juist om de goede vraag te stellen. Ja. Want ik ben het helemaal met je eens. En niet daarmee heb je wel twee zere plekken te pakken. Dat we ook constateren dat in de besturen te weinig expertise zit op dit vlak. Hè, om echt het voortouw te nemen. Naast het feit dat binnen de Raad van Commissarissen het soms wel eens mank gaat aan de dingen. En nogmaals, als je niet weet wat er aan de hand is, hoef je het ook niet aan te trekken. Maar juist datgene wat er nu aan gaat komen, dat is juist relevant om daar wel wat van te weten. Op zijn minst de eerste signalen te kunnen vertalen. Als je nou constateert dat een bestuur er niet voldoende van weet, wat staat je dan als Raad van Commissarissen te wachten? Dan moet je het bestuur helpen daarin een stap te kunnen zetten. Ik heb vanochtend las ik toevallig over een ontwikkeling in een sector waar ik in zit. En ik dacht, nou, deze ontwikkeling zou wel eens heel de hele boel op zijn kop kunnen zetten voor het bedrijf waar ik toezicht op hou. Wat ik dan doe is deze week checken of hij van deze ontwikkeling op de hoogte is, hè, de bestuurder, de voorzitter van het bestuur. Is hij van die ontwikkeling op de hoogte? Zo ja, wat doet hij ermee? Is mijn volgende vraag. Heb ik het gevoel dat hij daar voldoende mee doet? Dan hoef ik daar geen vragen meer over te stellen. Heb ik het gevoel dat hij daar onvoldoende mee doet? Dan ga ik met hem zoeken van, nou, wat zouden we kunnen doen om te checken of we voldoende hierop rekening mee houden in onze strategie? Dus nou ja, zo probeer ik toch de lat iets hoger te leggen dan dat iemand voor zichzelf zou leggen. Dat is je meerwaarde. Ja, wat zou jou dan te wachten staan op het moment dat je zoiets tegenkomt? Dat je constateert dat de bestuurder niet voldoende staat. Dan zit je in een ideale positie. Jij kan van nabij alles volgen en wordt beroepshalve al daarvoor gevraagd. Ik kan me ook voorstellen dat veel bedrijven jou bellen en zeggen van, goh, iemand bij ons is als digitale leider. Kom er maar eens bij. Ja, precies. Ja. Nou, het voordeel is misschien omdat ik zit met één. Ik vind het dus natuurlijk een ontzettend leuk vakgebied. Hè. Dus ik vind het ook, het is ook een heel erg leuk onderwerp om over te praten. Maar als ik in een raad van commissarissen zit en ik merk dat er niet nagedacht wordt daarover, dan kan je natuurlijk heel makkelijk vragen stellen. En eigenlijk is het triggeren van het bestuur om over bepaalde onderwerpen na te denken is al heel erg belangrijk. En inderdaad, als dan blijkt dat er niets gebeurt of dat ze hun oren en ogen dicht houden voor alles wat er omheen gebeurt, kun je ook afvragen of het een goede bestuurder is. Of je dan niet misschien als Raad van Commissarissen op een gegeven moment moet ingrijpen. Zou je dat ook doen dan echt ingrijpen? Vinden jullie allebei dat het noodzakelijk is om er echt in te grijpen op het moment je constateert? Want laten we eerlijk zijn, een bestuurder die al jaren hetzelfde doet en nu ineens ze moeten bijschakelen op de essentiële vragen rondom digitalisering. Ja, dat is maar de vraag of dat nog lukt. Volgens mij zijn wij verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat het voortbestaan van de organisatie geborgd is. Ja. En ik maak het toch nog wel eens mee dat een bestuurder zegt, ja, maar weet je, die digitalisering, dat gaat wel aan mij voorbij. En dat is niet altijd zo. Het is zeker niet zo. Nee. Volgens mij kan je dat niet zeggen. Dat kan je niet zeggen. Nee, dus ik denk dat wij als Raad van Commissarissen een verantwoordelijkheid hebben om in te grijpen op het moment dat we merken dat er vanuit de directie van de organisatie te weinig mee gebeurt. En dan nog een heikel onderwerp. Hè, en dan constateer je dat ook bij je medecommissaris. Hè. Je zegt terecht, iedereen moet op zich een balansje kunnen lezen. Hè. We weten wat er financieel rondgaat. Nou, zo zou je ook in staat moeten zijn om digitaal je weg te weten. Nou constateer je, Lizzie, dat bij de rest van je collega's best een probleem zou kunnen zijn. Hè? Ik ken één commissaris die gewoon zegt, ja, ik mis gewoon de steun in mijn omgeving. Ik heb het over dingen, maar niemand begrijpt me. Maar het zijn essentiële dingen waar anderen dan niet bij kunnen ingrijpen of mij kunnen helpen om het op de agenda te krijgen. Wat doe je dan? Ik zou kijken of ik hulp van buiten kan inroepen, een presentatie laten houden door een organisatie die al een stap verder is. Iemand van naam, waar de andere commissarissen dan van denken, oh ja, nou ja, het is niet alleen Jantje die dat zit te roepen, maar blijkbaar ook nog in de omgeving. Dus ik zou kijken of ik een gerespecteerd iemand een verhaal zou kunnen vertellen, waardoor ik meer steun kreeg in die Raad van Commissarissen. En bij een vacature, een eerstvolgende vervulling van een commissaris, wel kijken of de nieuwe man of vrouw er wel verstand van heeft, voldoende, zodat je daar steun aan hebt. En dan zien we dat opvolgingsplanning op de normale agenda voor de Raad van Bestuur al een klein beetje ontbreekt.
Dit riekt ernaar dat we heel snel moeten gaan naar een opvolgingsagenda voor raden van commissarissen. Juist vanwege dit soort nieuwe onderwerpen. Ja, maar dat gebeurt, dat zie ik toch wel voldoende gebeuren. De laatste jaren zie je dat elke raad van commissarissen zichzelf evalueert. En een onderdeel van die evaluatie is de aanwezige deskundigheid en de aanwezige competenties in de raad van commissarissen. Dus veel evaluaties zorgen er ook voor dat je de witte plekken in je deskundigheid wel redelijk weet. Dus op het moment dat er dan een vacature is, dan wordt tegenwoordig ook een profiel voor gemaakt. Wordt er in zo'n profiel opgenomen wat zo'n witte plek dan zou moeten invullen in die nieuwe, in de nieuwe man of vrouw. Moet het er wel op staan natuurlijk. Maar dan zeggen, ja, digitalisering. Ja. Kijk, het is natuurlijk niet zo dat de raden van commissarissen op dit moment oene zijn. Iedereen begrijpt wel dat digitalisering, IT, in ieder geval een heikel punt is. IT, er gaat zoveel geld in om. Nee, dat is wel, dat, nee, maar dat krijg je net verschil. Nou, dat geeft Janine keurig aan. Het verschil tussen IT en digitalisering en nieuwe businessmodellen, nieuwe ontwikkelingen, dat kan een enorm verschil zijn. Hè? Ja. Een nieuw SAP-systeem implementeren is een andere beheerste omgeving als een nieuw businessmodel maken à la Uber, Airbnb of anderszins in dat geval. Ja. En het laatste is wel minder, dat is minder zichtbaar. Het eerste, dat is wel zichtbaar. Nou, als op de tweede, hè, dus de toekomst, hoe ga je op nieuwe ontwikkelingen in? Als daar in een raad te weinig aandacht aan besteedt en niemand wijst daarop, ja, dan is dat heel vervelend. Is er eentje die dat ziet, dan kan die wel de anderen meekrijgen door, wat ik zei, te zorgen dat je een presentatie laat houden voor je bestuur en raad van commissarissen samen. Ik moet zeggen, dat gebeurt ook wel hoor. In sommige van mijn organisaties waar ik zit, halen we mensen van buiten, laten we vertellen, wat zijn de trends in onze sector, waar moeten we op letten, hoe vinden jullie dat we er zelf voor staan? Nou, dus je laat wel. Dat is een soort spiegel, hè, die je jezelf voor laat houden door de buitenwereld. Nou, is de gemiddelde commissaris is toch, die is blank, man, boven de 60. Teert op basis van kennis en kunde die hij ergens in het verleden opgedaan heeft. Daar zat nog niet het nieuwe digitaliseringseffect in. Daar zat hoogstens iets van IT in, hè, in de oude zin van het woord. Want cloud was toen nog nauwelijks een relevante factor. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat daar. Kun je überhaupt dat soort mensen nog bij laten draaien in datgene wat nu nodig is? Geloven we daar eigenlijk in? Kan dat nog? Ik denk dat iedereen jong genoeg is om te leren. Ja, want als je jongere generatie die digital native opgroeit met gemak waarmee ze dat doen en de inlevingsvermogen vergelijkt met inderdaad de commissaris die zijn iPad al heel frat vindt om bij te houden. Ja, daar zit wel een enorm verschil tussen. Ja, maar ik denk dat het belangrijk is als je als lid van de Raad van Commissarissen voor je toekomst veilig wil stellen, als ik dat dan zomaar zeg, is het belangrijk dat je bijleert. En dus ook dat je openstaat voor de digitalisering. Dat zullen niet de mensen zijn die gaan leiden, denk ik, hè, waar we het net over hadden. Nee. Maar dat zullen wel de mensen zijn. Je kan ze wel meekrijgen. Maar het is wel belangrijk dat je jongeren of in het bestuur, hè, die zien wat er nodig is, of in de Raad van Commissarissen. Want je bent natuurlijk met elkaar doe je het. Hè. Dus er zal er één in het bestuur of in de Raad van Commissarissen moeten zitten, die in ieder geval zegt, jongens, dit is een belangrijk aandachtspunt. Ja. Hier moeten we wat mee. Wordt het dan relevant om met elkaar, als je dat. We hebben zelf dat onderzoekje uitgevoerd en vergeleken met andere onderzoeken. Aad Klaas heeft daar bijvoorbeeld recent weer het nodige mee gedaan. Dan zie je dat 80-90% toch echt moeite heeft met dit soort ontwikkelingen. Die zetten het niet als meer als defensie op de agenda, met adviseurs erbij, dan proactief van wat gaat er aankomen, hoe kunnen we daarvan profiteren. Is het dan niet. Moet je nagaan. De commissarissen zijn toch de laatste redmiddel voor de algemene aandeelhoudersvergadering voordat er iets fout gaat. Dus als dat het geval is, hebben we dan niet noodzaak van een soort, we hebben het wel eens gehad over een DigiDelta-plan, hè? Zo van, dan moet er toch een soort noodplannetje komen, hoe krijgen we dat op niveau? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat, het nadenken op het moment dat er een plekje vrijkomt om zo snel mogelijk daar nieuwe mensen neer te zetten die dat wel kunnen. En dat betekent dus dat je soms misschien een stokje over moet vragen aan een commissaris om een stokje over te dragen. En ik denk eerlijk gezegd, iedereen die in de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht zit, ook bij zichzelf te raden moet gaan van, ben ik nog wel geëquipeerd om de toekomst in te gaan? En als het antwoord nee is, dan moet je misschien opstappen. Ja. En ik denk overigens, want het wordt vaak heel ingewikkeld gemaakt, maar mensen die in de Raad van Commissarissen zitten, zijn over het eigenlijk ook mensen die een lange staat van dienst hebben en die ook bewezen over het algemeen best een gezond stel hersens hebben. Dus ik kan mij gewoon niet voorstellen dat die mensen niet in staat zijn om ook het digitaliseringsvraagstuk te begrijpen.
En dan, wat ik zei, dan hoef je dus geen IT'er te zijn. Je hoeft niet zelf met de schroevendraaier in die server te poeren. Dat hoeft niet. Maar je moet wel in staat zijn om te begrijpen wat digitalisering voor jouw organisatie is. En ik denk dat de meeste leden van de Raad van Commissarissen dat kunnen. Maar ze moeten het wel op de agenda zetten. En dat je geen expert bent, dat snap ik ook. Gelukkig kun je expertise inhuren, ook voor een gedeelte. En je kunt ervoor zorgen dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen zo is of zo wordt dat het wel geborgd is. Oké, dan gaan we met elkaar een soort update doen en dan leren we allemaal de goede vragen stellen. Maar als je dan niet weet wat het antwoord zou moeten zijn. Hè? Is er een cybersecurity plan? Ja, er is een cybersecurity plan. Oh, nou, leuk. Ja. Dan vraag je door. Wat doen jullie? Gebruiken jullie wel hackers? Laat je je organisatie hacken? Dat is een vraag die ik bijna altijd vraag. Vind ik namelijk een hele leuke manier om te kijken. Ja. Is ons security systeem goed genoeg? Want ik zie daar ook hele grote fouten in gemaakt worden. Bedrijven die gewoon 2 dagen plat liggen omdat ze gehackt zijn, heb ik meegemaakt. Dat wil je gewoon niet, je gewoon niet meemaken. Dus dat soort vragen. Dus je stelt door. Dus je probeert wel te kijken naar een antwoord. Als het antwoord is ja, we hebben een plan. Is het goed genoeg? Ja, dat is getest. En daar ben ik met jou eens, Janine. Ik hoef er geen verstand van te hebben. Ik heb echt geen verstand van cybersecurity. Maar ik heb wel verstand van, als het niet goed is, wat er dan fout gaat. Dus je vraagt door om voldoende zekerheid te hebben dat het bestuur, want nogmaals, die zitten ervoor, dat het bestuur voldoende gedaan heeft en voldoende doet om de veiligheid van de organisatie op IT-gebied te garanderen. Nou, ben jij ook betrokken bij wat auditcommissies? Is dit nou iets wat typisch bij een auditcommissie hoort? Nee. De auditcommissie is toch vooral op financiën. Wat we wel doen in de auditcommissies is te kijken of de IT-systemen, want dus de interne IT-systemen, of dat goed is, dat ligt nog wel eens bij de auditcommissie. Wat zijn daar de veranderingen? Hoe wordt dat aangepakt? Waar zitten daar de risico's? Vooral risico's wordt daar gekeken, die risico's van de IT-systemen, privacy, beveiliging van persoonsgegevens bijvoorbeeld. Dat is een onderwerp dat wordt bij de auditcommissie meegenomen. Waar we het niet over hebben, dat is het andere onderwerp waar we het net over hadden, is de ontwikkelingen. Welke kansen zijn er in die technologische ontwikkelingen? Welke kansen zijn er strategisch gezien voor de organisatie? Dat wordt niet in de auditcommissie meegenomen. Dat is echt een onderwerp voor de hele raad. En bij de voorbereiding van dit gesprek bedacht ik me wel, je zou het prominenter op de agenda kunnen zetten dat er in de strategie ontwikkeld. Dat je in ieder geval in de strategie bewuster bent van welke ontwikkelingen zijn er en dat je die meeneemt in de lange termijn strategieontwikkeling, dat je daar iets mee doet. Ja, eigenlijk zijn er kansen en er zijn bedreigingen. De kansen liggen vooral vaak in wat je met de digitalisering kan doen voor je bedrijf. Maar er zijn ook wel 2 bedreigingen, of eigenlijk zijn het er 3, die ook wel heel erg belangrijk zijn om voor een raad van commissarissen om in het achterhoofd te houden. De ene hebben we het net al over gehad, is de security, de cybersecurity. Als je dat niet goed regelt, dan kun je als organisatie echt wel behoorlijk in de problemen komen. Dus vragen daarover stellen, over hoe bestuur dat heeft gedaan, is absoluut terecht. Het tweede hele belangrijke punt heeft vooral te maken met het hebben van legacy systemen. Dus systemen die eigenlijk niet meer met deze tijd mee kunnen. En je zult als organisatie een plan moeten hebben hoe je van die beetje ouderwetse technologie afgaat naar nieuwe technologieën. Waarom is dat onder andere belangrijk? Omdat die hele oude technologieën over het algemeen support issues krijgen. Dus we hebben geen mensen meer bijvoorbeeld die opgeleid worden om bepaalde... MS-DOS. Bijvoorbeeld. En, dus je kan zeggen, ja, maar het draait nu allemaal vlekkeloos. Hartstikke fijn. Ik zeg maar, er komt een keer een moment dat er niemand meer is die begrijpt hoe het werkt. En als je dan 100%, als je dan afhankelijk bent van zo'n systeem, dan is dat toch niet heel fijn als bedrijf. Dus het legacy moet je over nadenken. En de allerlaatste waar je over na moet denken is vooral personeel. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik voldoende mensen in huis heb die begrijpen wat ik heb staan. En dat is met de complexiteit van de ICT, klinkt heel vanzelfsprekend, maar met de complexiteit van de huidige ICT niet altijd even vanzelfsprekend. Dus rondom die 3 risico's is het als commissaris wel belangrijk om door te vragen. Hoe is dat geregeld? Hoe is dat geborgd? Waar is het ondergebracht? Wat voor plan is er om, hebben we legacy? En zo ja, wat voor legacy is dat dan? En hebben we een plan om daarvan af te komen? Dus daar kun je heel goed vragen over stellen zonder dat je precies begrijpt hoe het werkt. Staat er bij jullie als ICT Nederland een op de agenda van hoe gaan wij nou al die bedrijven helpen om dat soort
systemen te vervangen, te verbeteren, bewust te worden, alles wat er aan vast zit? Of is het toch van iedereen voor zichzelf? Nou, de ICT-branche is heel erg hard bezig om met name de legacy-aandacht onder de aandacht te brengen en de organisaties te helpen die op een gegeven moment aangeven, wij willen graag van legacy-systemen af, om te helpen hoe ze dat kunnen doen. Dat is over het algemeen niet iets wat je van de een op de andere dag doet, dat kun je voorstellen. Maar in de ICT-branche is uitermate geëquipeerd om bedrijven te helpen daarmee. Ja. Nou, doen ze dat over het algemeen, ja. Hè? Merk ik, bij de ICT-manager. Maar niet op niveau raden van bestuur, commissarissen. Jawel. Ja, dat toch? Ja. Als het bij de raden van dan moet het natuurlijk wel bij de raden van commissarissen en de raden van bestuur ook op de agenda staan. Dat zijn er iets wat een risico is voor de toekomst. Als dat niet zo is, en af en toe, ik stel die vragen wel eens en dan krijg ik ook nog wel eens te horen van, ja, weet je, dan gaan we naar de IT-afdeling, want die weten waar het over gaat. En eigenlijk moet het gewoon op de agenda staan van een raad van bestuur. Want het is echt van cruciaal belang dat het goed wordt geregeld. Want het is een risico. Als je het niet regelt, is het een risico voor de toekomstige voortbestaan. Welk advies zou jij nou geven aan al die raden van commissarissen die nu worstelt met het probleem van de digitalisering? Nou, ik herinner me opeens wat ik me had bedacht. Een digitale commissaris vind ik niet zo'n goed idee. Maar misschien is het wel een idee om een digitale commissie in de Raad van Commissarissen te doen. We hadden het net al over de financiële, hè, de auditcommissie. Je hebt in sommige bedrijven, zoals de zorgbedrijven, een kwaliteitscommissie. En je zou ook, misschien tijdelijk, en als het goed is, maar als het goed loopt misschien langer, een digitale commissie kunnen doen. En die kunnen zowel de interne digitale problemen, kansen, risico's oppakken als de externe digitale kansen en risico's. Dat zou misschien een idee zijn. Dus digitale commissaris, dat woord sprak me niet zo aan. Maar al denkend dacht ik van, nou, misschien is een commissie. En er wordt dan digitale leider, maar dan met een S erachter en hopelijk niet met een lange ei, als een korte ei aan voor toepassing. Nou, je hebt gewoon een voorzitter die commissie voorbereidt. En daarmee krijg je het ook zo nu dan in de Raad van Commissarissen op de agenda. Goed idee, Janine? Ja, vind ik een beter idee dan één iemand benoemen die als een soort met van stempel digitale commissaris in de Raad van Commissarissen zit. Want dan ben je wel heel erg alleen. En dus de gedachte om het in een commissie te doen, dan denk ik dat wel kan. Pleit het er ook voor om een potje te maken met mensen die daarvoor in aanmerking komen, waarvan we zeker weten dat die dat aankunnen en daar een bijdrage kunnen leveren? Dus een extra aantekening bij de gemiddelde commissaris van, ben je in staat om dat te doen? Ik kijk even naar jou. Nou, het hoeft niet dat het moet iemand zijn die er affiniteit mee heeft. Die het dus leuk vindt om na te denken, wat kunnen nieuwe technologische ontwikkelingen ons brengen? En dan in termen zowel van de risico's, want daar zit je voornamelijk voor als een raad van commissaris, maar ook in termen van kansen. Dus je moet er affiniteit mee hebben. Ja, als dat een vinkje ergens achter je naam oplevert, dan zijn het degene met die vinkjes. Wat zou jouw finale tip zijn aan alle raden van commissarissen als het om deze digitalisering gaat? Wat zeggen we nou, dit is de tip die ik nog wel meegeef. Huur een spreker in die je 1 à 2 uur meeneemt in de trends, ontwikkelingen in jouw sector rond technologische ontwikkelingen. Dat is zo stimulerend en dan zie je dat jij zelf veel te kort bij blijft denken dat de veranderingen veel groter, veel verder gaan dan dat je je voor kan stellen. Dat zou ik sowieso 1 keer per jaar voor elke raad doen. Ja. Oké, okay. Janine, wat zou jouw laatste tip zijn? Ik denk van, dat moet je doen. Ik denk het allerbelangrijkste is om de eerste beste keer dat je met de Raad van Commissarissen bij elkaar zit, het gewoon eens op de agenda te zetten en na te denken over hoe gaan we dat nou handen en voeten geven in deze Raad van Commissarissen. Gewoon ook even een plan maken. Lizzie, hartstikke bedankt. Janine, hartstikke bedankt. Beiden voor jullie fantastische bijdrage. Aan de kijkers tot de volgende keer als we weer een aflevering hebben van Governance TV.